Deze serie gaat over jezelf uitdagen. Het hoogst haalbare uit jezelf te halen. Remy Bojanski en Roos Zwetsloot gaan 3 dagen lang kennis maken met de Luchtmobielbrigade. Zijn ze mentaal en lichamelijk sterk genoeg? Kunnen ze presteren onder druk? Elke uitdaging, elk dilemma en elk fysieke test maken we mee door de ogen van Roos en Remy. Gaan ze de eindstreep halen? Of haken ze vroegtijdig af? Een van de dingen wat een goede militair definieert is het overkomen van obstakels. Het is dag 2 en Roos en Remy starten met het klimparcours. Een activiteit die de kandidaten uitvoeren om het evenwicht en de mobiliteit te testen. Kunnen ze kalm blijven wanneer de nood hoog is? Of schieten ze in de stress? Heb je dit heel goed? En ze gaan zo groepsopdrachten doen, hè? Ja, nee. Waar let je precies op? Naar verschillende competenties kijken, naar samenwerken vooral en naar initiatief. Oké, en wat gebeurt er op vaak in zo'n groep? Ze krijgen straks een opdracht en eigenlijk wat je ziet, ongeveer 8 mensen tegelijk gaan die opdracht gaan bedenken hoe ze over deze hindernisbaan moeten. En waar we naar kijken is in hoeverre ze elkaar motiveren, in hoeverre ze hun mond een beetje open durven trekken. Of zijn er een aantal hele grijze muisjes die zich terugtrekken en niet zo heel veel doen. Een beetje initiatief nemen, verbergen. Ja, precies. Oh, benieuwd. We gaan kijken. Ik zal hem storen. Yes. Oké, we krijgen van mij nu 15 minuten de tijd om van hindernis 2 tot en met 11 volledig te nemen op techniek. Met wat ik heb afgesproken, materiaal raakt de grond niet en het materiaal raakt elkaar niet. Goed zo, ga goed. Hoe zwaar is die, jongen? Ga goed, gewoon doorschrijven. Go. Het einde is in zicht. De volgende aflevering worden Roos en Remy getest op hun belastbaarheid. Is dit de druppel die de emmer doet overlopen? Of zetten ze door tot het einde? 2, 3, 4, 5, 6.